Florian Vermeers. Je bent de eindwinnaar van de U23 World Series. Wat denk je van dit challenge? Ik ben zeer tevreden dat ik over de eindoverwinning binnenhaal. Ik was daarheen gekomen met 3 punten achterstand op Jordi Meus. En ik had gehoopt natuurlijk dat ik de eindoverwinning nog zou binnenhalen, maar dat ik ook de overwinning van de koers zelf vandaag zou binnenhalen, was wel een beetje onverwacht. Gele trui is een mooie trui, hè? Ja, natuurlijk. Zeer tevreden met deze trui. Het was een beetje spijtig dat ik hem was kwijtgeraakt na Omroep het Nieuwsblad. Maar ik wist dat er in de laatste manche nog van alles kon gebeuren. En zo ja, dan ben ik nu eindwinnaar van het eindklassement en zeer tevreden. En nu, je wedstrijd van vandaag. Je wint voor de finish, hè? Ja, ik kon de laatste bocht ingaan in derde, vierde positie, dacht ik. En ik zat in het wiel van Gilles de Wilde en dat was eigenlijk perfect. En op de meet klopte ik hem met een klein verschil. Maar winnen is winnen, dus zeer mooi. Was dat een doel om hier te winnen? Ja, tuurlijk. Het is een sterk deelnemersveld en ik wist dat het een lastige wedstrijd zou worden. En daarom had ik mijn zinnen wel op vandaag gezet. Ik wist dat de vorm heel goed was. En dus dat ik wel een kans zou maken vandaag, maar om dan effectief te winnen, dat is nog een ander verhaal. Ik ben zeer blij met deze overwinning.